Wij zijn Germano en Lonneke en wij staan hier midden in de Sloppenwijk in de stad Belo Horizonte, Brazilië. Hier wonen en werken wij met project Stalp en Schitter. Het is ons verlangen dat Gods Koninkrijk komt op deze plek, waar zoveel problematiek is. En daarom investeren wij in de kinderen. Het is vandaag zaterdag, het is 9 uur in de ochtend en zo meteen gaat onze maandelijkse spelletje op te beginnen. Er zijn al een heel aantal kinderen. Neem het vandaag mee in alle activiteiten die we doen. Estamos aqui hoje na quadra com os pré-adolescentes. Então a gente faz várias atividades, né, que envolvem esporte. Então nós usamos a ferramenta do esporte para poder influenciar, trabalhar no caráter e também melhorar os relacionamentos entre eles com a gente mesmo. Middag en elke zaterdagmiddag hebben we de Krilo-winkel. In onze garage, daar hebben we alle kleding, schoenen. En dan loop ik nu eventjes naar het projecthuis. Hier hebben we heel veel mensen aan het afdelen. Hey, het is inmiddels 5:30, onze dag zit erop. Het ziet er inmiddels iets minder fris en fruitig uit. Maar we hebben een goede dag gehad. De Krilo-winkel is inmiddels weer dicht, alles is schoon en opgeruimd. We hopen dat jullie het leuk vonden om zo'n kijkje te hebben in ons leven, op onze zaterdag. En mocht je het leuk vinden om het in het echt te zien, kom dan vooral een keertje langs. Of kijk op onze website www.germanolonneke.com. Doei! Doei!